Hi, ik ben Doop en vandaag neem ik je mee tijdens de postershoot van het nieuwe campagnebeeld van Paarse Vrijdag. En kun je iets vertellen over het thema? En hoe vinden jullie dat jullie straks zo op een grote poster staan? Ik weet niet, het is een beetje gek, want eigenlijk hang je door heel Nederland meteen met je kop. En ik vind het wel leuk. Ja, ik ben benieuwd wat de reacties zijn, dat vooral. Hebben jullie zelf het idee dat jullie vaak zelf een masker op moeten zetten? Ja. Om zijn wie je bent, ja? Soms probeer ik het niet te laten merken, maar ja. Zo moeilijk. Omdat ik, ja, sommige weet ik niet. Ik kan niet echt aanvoelen van ja, accepteert ze me nou wel of accepteert ze me nou niet. Ik ben deze zomer uit kast gekomen op Instagram. En sinds die eigenlijk ben ik echt 100% zelf. Ik ben een vrouw die vroeger een jongen was. En dat voel heel veel moeilijk te begrijpen. Daarom wacht ik het soms liever mee om het te vertellen. Maar ik begrijp wel dat het voor anderen wel kan aanvoelen alsof je jezelf moet verbergen. En ik denk niet dat we in zo'n wereld moeten leven. Een masker dragen is niet nodig, want het leven is een feest. We kennen elkaar allemaal niet, maar hey. Als je een fotoshoot hebt gehad en je bent elkaar echt over aan het rijden eigenlijk, dan word je closer op een gegeven moment. Dat schept een band. Dat schept een band. Zeker. Ja. Hebben jullie nog een goede tip voor iemand die ook het idee heeft dat hij altijd een masker op moet hebben? Je kan je eigen masker ook designen, zodat het er steeds meer uit gaat zien als iets waar jij gelukkig van wordt. En wat andere mensen nog steeds, zeg maar, accepteren. Ja. Gewoon, ja, maak het een beetje van jezelf. Dat ik snap dat je op bepaalde momenten een masker draagt, maar laat het niet jezelf overbeheersen, zeg maar. Hoe dieper je onder dat masker gaat zitten, hoe moeilijker het is om eraf te halen, zeg maar.